Leerkrachten aangesloten bij de BVL en ALS gaan vanaf volgende week dinsdag in staking. Dit benadrukt bondsvoorzitter Wilgo Valies tegenover onze nieuwsdienst. Hij legt uit dat de regering zich niet heeft gehouden aan de afspraken over het herwaarderingsprogramma. Volgens hem zijn er een aantal vraagstukken die de regering moet nakomen. Valies zegt dat de rek nu helemaal eruit is voor de onderwijsgevenden. Ik moet u in alle eerlijkheid zeggen, wij hadden de intentie om niet meteen het werk volledig neer te leggen, maar een duidelijk signaal te sturen. Maar de leerkrachten hebben gezegd, voorzitter, dit is te veel voor ons. En de mensen waren echt verhit over de ontstaande situatie. En we hebben dus toen het besluit genomen om de scholen in ieder geval geen medewerking te gaan verlenen om de scholen weer te openen. En dat we dus de leerkrachten zullen zich massaal aanmelden op Matagouri om 8:00. En om duidelijk een signaal te sturen naar de overheid van luister, zo ga je niet om met werkers. En wij zijn bereid samen met de overheid te werken naar een oplossing, maar zoals het nu toe gaat, moet die oplossing echt eerst komen. We zijn niet bereid om onder deze omstandigheden weer naar school te gaan. Ondanks het scherpe standpunt van de ontevreden onderwijsbonden, zei onderwijsminister Robert Peneu gisteren in het programma Panorama dat de scholen de komende week wel normaal zullen starten. Hij beklemtoont dat leerkrachten verplicht zijn de jongeren een goede toekomst te bieden. De bewindsman heeft nog steeds veel geloof in de leerkrachten. Wanneer ik zo de ontwikkeling kijk van de acties, dan zijn er een heleboel leerkrachten en onderwijsgevenden die het belang van het kind voorop stellen. Ik heb geloof in hun en ik weet zeker dat op 2 mei en 3 mei zij hun taak zullen vervullen en uiteindelijk zullen zorg dragen dat de ontwikkeling van het kind niet nablijft. Natuurlijk, represaille is het uiterste maatregel dat je moet treffen, maar ik heb geloof in mijn onderwijsgevenden dat we gezamenlijk zullen werken aan de opbouw van ons land Suriname en dat wij uiteindelijk wat meningsverschillen kunnen hebben. Maar ondanks die meningsverschillen moeten wij aan tafel kunnen zitten om zaken uit te praten en te komen tot nieuwe inzichten om de problemen te kunnen oplossen. Minister van Onderwijs Robert Peneu gisteravond in het ATV-programma Panorama. Terwijl de ontevreden onderwijsbonden BVL en ALS acties hebben aangekondigd, verzekerde bewindsman naar de scholen na de paasvakantie normaal starten.